Dames en heren, mijn naam is Geert en Waling. En Café Weltsmerz is een heel mooi project, zoals u weet. Maar wel uh, geleid en gerund door vrijwilligers. En kan wel eens een bijdrage gebruiken van enthousiaste fans. Dus uh, tast u ook, ook eens in de buidel. En kijkt u op de website hoe u kunt doneren aan het project Café Weltsmerz. Dan is iedereen u dankbaar. En kunnen we nog lang genieten van leuke, mooie gesprekken. Ja, dames en heren, mijn naam is Geert en Waling. Um, welkom bij weer een aflevering van Boekenhoekje, ga ik tegenwoordig maar zeggen. Want ik zit hier altijd met auteurs van boeken die ik uitnodig. Wat ook het leukste is uh, om te praten over hun uh, laatste pennenvruchten. Uh, vandaag is dat Jaap Verhul, uh, historicus aan de Universiteit Utrecht. Um, en uh, de auteur van uh, inmiddels bekroonde met de Boerhaven Biografie 2018 bekroonde de Atlantische Pelgrim. En dat is een biografie van John Lothrop. Motley. Um, en daar gaan we over praten. Het is dus heel relevant voor Nederland, de Amerikaanse geschiedenis, de Nederlandse-Amerikaanse betrekkingen, de transatlantische geschiedenis. Hoe, hoe mensen reizen, hoe ideeën reizen. Uh, ik denk dat de komende drie kwartier uh, veel te kort gaan worden om het boek te bespreken. Um, zoals ik altijd zeg, ik ben uh, uitgesproken enthousiast over het boek. Dus een kritisch interview wordt het ongetwijfeld niet. Hoewel we misschien toch wat, wat dingen gaan aankaarten. Aan um, welkom allereerst, Jaap. Dankjewel. Ik uh, vind je het goed dat we tutoriëren. Ja, tutoriëren. Um, en uh, uh, allereerst gefeliciteerd met, uh, met dit product, dit boek. Uh, deze uh, uh, bekroonde biografie inmiddels. Um, je zei zelf al van, nou ja. Het is misschien wel een beetje... Of je gaf een beetje aan voor het gesprek... Het is misschien wel niet boek. Het wordt misschien niet heel breed gelezen. Terwijl ik dacht, terwijl ik het las... Het leest als een, als een detective. Als een thriller. Ja, nou, dat hoop ik ook. Ik, ik hoop natuurlijk dat ik het goed geschreven heb. Maar... Uh het is een nieuwsboek omdat Motley zelf natuurlijk totaal onbekend is. En dat was ook een beetje. Dat is het leuke aan het boek, denk ik. Dat ik hem heb geprobeerd aan de vergetelheid weer te ontrukken. Want Motley ja. is uh, um, uh, wel een zeer markante persoonlijkheid. Als je alleen ook kijkt naar zijn portret. Die ogen, die sprekende ogen. Toch wel een mooie man, eigenlijk, trouwens. Um. Ja, hij was een dandy ja. in die tijd. En dat is het leuke. En daarom begin ik ook met die foto. De, het boek begint daar ook mee. Dus een hele beroemde foto eigenlijk, van Matthew Brady. Op dat moment uh, de beroemdste fotograaf van, uh, van Amerika. Het feit dat die uh, die foto laat maken, daar geeft ook aan dat hij trots is op zijn succes. Yeah. Hij is ook ontzettend mal gekleed. Hij heeft een idiote baard en is een, uh, uh, hij heeft een scheiding in het midden, wat in Amerika uh, als een beetje vrouwelijk verwijfd en Europees werd aangeduid. <laughs> maar uh, uh, hij kijkt heel trots uh, 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 de camera in. En dat is natuurlijk uh, het leuke aan dit moment, want het is een moment van zijn faam waarin uit, hij uh, uit het niets ineens een bestseller schrijft en bekend wordt. En dat, dat, dat lijkt uit het niets, maar als je jouw boek leest... dan weet je dat hij eigenlijk hier al heel lang op gehoopt had. Dat hij toch eigenlijk al ja. heel lang... Uh, he, het is niet per ongeluk dat hij beroemd wordt. Hij, hij probeert eigenlijk al, Het is een lange, kronkelige weg... na dat plotselinge succes dat hij in die, in die internationale schijnwerpers komt te staan. Um, zullen we daar gewoon eventjes kort doorheen wandelen? Ja. Um, voordat we dan uitkomen bij de toppunt van hem... Ja. Waar hij, ook voor Nederland ook heel veel, Eigenlijk Nederland ook heel veel... Uh, voor Nederland veel betekend heeft. Nederland op de kaart. Ja, gezet. heeft het uh, en dat is de stelling van de boek. Natuurlijk heeft uh, eigenlijk de Amerikaanse ogen geopend voor Nederland. Heeft het, het is de, de ontdekking van Nederland, noem ik het. Ja. Maar heeft ook het uh, dat is het leuke denk ik eraan. Heeft het uh, internationale beeld van Nederland gekanteld. Nederland stond heel slecht bekend uh, en was zeker in Amerika geen toonbeeld van een vooraanstaande uh, natie waar je aandacht aan zou moeten besteden. Dus hij heeft gezorgd dat wij eigenlijk sindsdien op de kaart staan ja. uh, niet alleen voor amerikanen maar daarmee ook voor een engelstalig maar ook voor een internationaal publiek ja precies en en ook dat we onszelf ook weer eens uh, op een andere manier zijn gaan bekijken uh, met daarbij de misschien de de romantische kant en de romantiserende kanten en de en de en de de behoefte ook om de geschiedenis weer, ja, weer te te dus begrijpen de, die beeldvorming is ook een spiegel hè? dus uh, wij hebben weer gekeken naar de manier waarop zo'n amerikaanse historicus in het midden van de 19e eeuw totaal ander beeld van de opstand uh, neerzetten ja. Uh, en zoals ik beschrijf, gaan de Nederlandse historici daarmee onmiddellijk aan de haal. Die gaan zeggen: van ja, dit beeld strookt niet met onze opvatting over onze eigen natie. En iedereen gaat schrijven. Dat is het aardige aan ja. de invloed van Motley op de Nederlandse historische. geeft een hele nieuwe impuls aan die Nederlandse uh, geschiedeniswereld eigenlijk. Ja, een beetje overdreven, heb ik was gezegd dat de hele de, de geschiedschrijving in Nederland uh, in de tweede helft van de 19 eeuw is één lang antwoord op Motley. Ja. Dat is een beetje gechargeerd, maar je ziet wel dat uh, Fruin bijvoorbeeld, uh, die dan hoogleraar in Leiden wordt, de eerste hoogleraar, ja. begint zijn werk met een antwoord op uh, op Motley. Uh, je ziet dat. Uh, 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 Groen van Brinstere, uh, zijn grootste, zijn dikste werk schrijft eigenlijk als reactie op Motley, en dat ja. uh, ook de katholieke geschiedschrijving in Nederland na uh, geschreven is als, letterlijk als antwoord op Motley. Voortdurend wordt Motley genoemd. En naar nou, die weerlegd. werken verwijzen. Wij weer terug als we kijken naar waar begon eigenlijk die. Herontdekking van eigen vaderlandse geschiedenis eigenlijk. Van die ja, van. En, laten we daar ja. zo meteen op komen. Want ik wil toch, het ja, zijn ja. zoveel verschillende kanten aan die ja. aan die, motie die ik interessant vind. Toen we toch eerst even naar Amerika gaan, naar waar hij opgroeit. Um, um, uh, de, <coughs> je beschrijft nogal kleurrijk ook zijn achtergrond. Hij, hij komt uit Boston, uh, uit de intellectuele milieus van Boston. De vooruit, vooraanstaande, maar tegelijkertijd ook pro, redelijk progressieve. Milieus van Boston, als ik het zo goed begrijp, in politiek opzicht. Ja, democratisch progressief. Ja. Democratisch ja. progressief. Die, uh, die daar eigenlijk uh, met de grote boegbeelden, John Adams en, en John Quincy Adams, hè, de presidenten, uh, uh, vader en zoon, die daar, in die kringen groeit hij eigenlijk op, als ik het goed begrijp. Nou, kijk, Boston, uh, ja dat klopt, Boston is natuurlijk uh, het culturele centrum van Amerika op dit moment. Uh, begin 19e uh, eeuw. Begin 19e eeuw, ja. Het uh, wordt ook wel het Athene van Amerika genoemd. Heel mooi. En het, het is een heel uh, ambitieus uh, broeinest van, van cultuur. Dat is de aardige daaraan, denk ik. Dus uh, heel veel geschiedschrijvers komen uit Boston. Uh, Harvard ligt een uh, pal naast. Het is echt een, een bron van geleerdheid. Maar het leuke is dat Boston natuurlijk ook op dat moment de grootste havenstad... en de grootste stad van Amerika sowieso, de rijkste stad van Amerika is. Ja. Uh, en dan Motley aan de ene kant, uh, behoort hij tot de Nieuwe Rijken. Zijn vader is een handelaar, die eigenlijk op platte manier met de internationale scheepvaart uh, geld verdient. Heel veel geld verdient. Zijn vader is op een gegeven moment de rijkste man van Boston. Maar aan de andere kant heeft hij daardoor ook culturele ambities. Hè? Dus hij, hij, komt, hij wordt gedreven door die nieuwe um, internationale verwevenheid van Amerika... Ja. Het jonge Amerika, dat nog maar eigenlijk één ja, generatie dat, bestaat. Als, uh, hij, als hij jong is, dan is Amerika. Uh, hij kent nog allemaal mensen die in de, in de opstand en de revolutie hebben meegemaakt. En Bosch heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Hè? Geroemd en gelauwerd voor de, voor de rol in de Amerikaanse. Ja, een soort crown zero van de uh, natievorming <laughs> zou je kunnen ja, zeggen. Dat wordt wel uh, gezien, een tea party en dergelijke. Ja. ja, dat is absoluut zo. En uh, hij, hij baat uh, dus in die, uh, in die rijkdom, maar ook in, de, in die culturele ambitie. Ik denk dat dat het is. Ja. En uh, je schetst dat heel mooi. Hij is zelf natuurlijk ook wel zinnig ambitieus. Dus de stad is dat. Ja. En uh, bijvoorbeeld mensen als Emerson en Melville, die groeien daarop. Uh, maar hij wilde dat ook en, en dat is grappig dat uh, in het begin van het boek ik schets hoe hij alles in het werk stelt om ook beroemd en succesvol en cultureel geverseerd te worden. En dat is eigenlijk in eerste instantie, want je zei al uh, hij is historicus, uh, maar in eerste instantie wil hij fictie schrijven. Hij wil ja. eigenlijk romancier ja. worden toch? Ja. Um, en en, 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 en verkeerd ook in die kring. Is ja. hij dan ook al bevriend met uh, Oliver Wendell Holmes? Ja, dat is dat, dat zijn, zijn beste, beste vriend. vriend. Ja. Dat is een, een van de grootste auteurs, hè, wordt hij. Van humoristische stukken in, in die tijd. En, en aan die kant uh, wil hij uh, wil Motley ook op. Ja, en, en het, dat is wel grappig. Er zitten twee kanten aan. Hij wil eigenlijk vooral uh, romanschrijver worden. Hij schrijft ook twee romans: uh, één autobiografische en één meer historische. Die totaal mislukken. Hij kan dat niet, want hij, hij krijgt zijn uh, materiaal niet ge, goed georganiseerd. Hij is, hij is geen, uh, geen goede schrijver. Maar je ziet er eigenlijk ook aan: hij maakt dan de overstap van fictie naar geschiedschrijving. Je ziet er eigenlijk ook heel mooi aan dat die twee uh, op dat moment heel dicht bij elkaar liggen. Dus een ja. tweede roman is. Ik zal maar zeggen, historische fictie. En ik, ik heb al gezegd, zijn uh, geschiedwerken zijn ook heel erg narratief. Uh, en juist bevatten allerlei elementen van fictie. Dus die, de disciplines zitten tegen elkaar aan. En hij maakte eigenlijk een hele kleine stap, uh, zou je ze nu zeggen. Van, uh, van, van fictie naar geschiedwetenschap. Uh, maar het leuke eraan is dat het, uh, van ons uitgezien dan, voor hem niet, uh, hij ziet dat als een degradatie. Ja, He, dus hij had veel liever een grote literator uh, was die geweest. En hij kijkt ook met een zekere jaloezie naar Holmes, die dat wel wordt. Natuurlijk. Ja. Met boeken die we nu helemaal niet meer lezen. Maar ja, hij brak toen door. En hij kijkt ook. Uh, hij, hij was een, een heel um, enthousiast lezer. Hè. Dus hij keek ook naar Europese literatuur, naar uh, Sir Walter Scott bijvoorbeeld. Ja, dat wou hij ook worden. Ja. En dat lukt dan niet. En we, het, het leuke is natuurlijk dat hij als historicus veel groter wordt. Dan dat die, al die als romanschrijf ja. had kunnen worden. Misschien ook wel dan die boegbeelden. Of in ieder geval of wat langer beklijfd. Ja. Uh, dus, Voordat we daarbij aankomen. Um, is even toch nog een schets van. Dat progressief democratische milieu. Waar we het over hebben. Juist in een tijd dat die Amerikaanse. Ja, uh, Eerst vroege uh, ontstaansgeschiedenis afloopt. En er ja. allerlei. Uh, nou ja, dingen aan, aan het gebeuren zijn. De opkomst van de democratische partijen waarvan je denkt... oh, dat, dat zal er maar in lijn liggen. Nee, dat is die radicaal tegenovergestelde Andrew Jackson die daarmee opkomt. Later Polk, geloof ik, en een paar van ja. de presidenten ja. achter elkaar... die dan uh, ja, 1830, 1840 het beeld bepalen. Dat zijn eigenlijk een beetje de Trumps van hun tijd. Misschien? Nou, Jackson was dat zeker. Hè? Want het uh, grappige is dat Trump natuurlijk Jackson als voorbeeld heeft. En ook het portret van uh, Jackson nu in het Witte Huis heeft gehangen, op de plek waar eerst Lincoln uh, oh, dat is het niet. Ja, dus oh, dat is een hele mooie parallel. En, ja. en Jackson gold in die tijd juist ook, net als Trump, nu als degene die het hele systeem omver wierp. Ja. Een houtdegen die niet kwam uit die nette Virginia-dynastie van, van die Adamson en Jefferson en, ja. en, ja. en Washington. En een, een hele platte, uh, een rauwe man die alsmaar duelleerde en een rauwe taal gebruikte. Uh, en waarvan het gerucht ging dat toen hij in het Witte Huis kwam, onmiddellijk al het meubilair uit het raam heeft gegooid. Uh, net zoals, ik zou zeggen, in, in een kroeggevecht de piano eruit gaat. Uh, en een heel oh. nieuwe cultuur in Amerika heeft gebracht. Ja. De les voor nu is overigens... Drain the swamp eigenlijk. Ja, niet Drain the swamp. Dat was, dat was de Jackson die gehaat werd door Motley. Met les voor nu is natuurlijk dat achteraf gezien heel veel historici Jackson zien als het begin van de echte democratie in Amerika. Ja. Dus het, het kan nog verkeeren, zou ik maar zeggen, met de beelden van en uh, en natuurlijk de, 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 de eeuwige ironie ir 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 dat, dat hij de partij uh, van, van eigenlijk van Bill en Hillary Clinton uh, heeft uh, gevestigd, hè, die Jackson. Dat dat ook die omdraai Ja, is. ja dat, dat is natuurlijk het, het wisselspel van de Amerikaanse uh, ja. uh, partijpolitiek. Uh, dat is heel ondergrondelijk. Uh, het gaat maar uh, vrij. Uh, het is een hele binaire Tegenstelling, maar ze, ze wisselen nog wel eens. Het was China's. de Republikeinse partij, aanvankelijk de, de pro-afschaffing-slavernijpartij was. Ja. ja, maar het aardige is natuurlijk dat uh, Motley haat die nieuwe politiek. Ja. Hij is, uh, Precies. Dus aan de ene kant is hij een democraat en hij is een republikein en hij verdedigt het Amerikaanse systeem ook tegen uh, Europese uh, monogale tradities. Dat is heel sterk, ja. maar die nieuwe politiek, waar Jackson, dus de Trump van zijn tijd, symbool voor staat, die haat hij die, die verafschuwt. En hij neemt daar oppositie in. Dus aan de ene kant, dus, uh, je zegt hij is een democraat, dat is absoluut. Hij is in die zin ook uh, modern. Maar aan de andere kant is hij natuurlijk een hele hakelige conservatief. Die elitair is, uh, antisemitisch, anti-katholiek en alle dingen met zich meedraagt. Ja. Die verbonden worden natuurlijk met juist de oude politiek. Dus de, zijn positie is wat dat betreft wel interessant uh, en ambivalent. Ja, ja en, als, en als jonge uh, intellectueel uh, uh, moet hij dus ook accepteren dat er een, een bewind gaat waaien. Wat eigenlijk helemaal niet in zijn voordeel is. Hij weet dan voor zichzelf wel nog ja. hè, als diplomaat eigenlijk nog een baantje veilig te stellen dat hij naar Sint-Petersburg was. Ja, hij, hij is naar Sint-Petersburg <laughs> afgereisd. Dat is heel zielig, want hij wou natuurlijk naar Parijs of zo als diplomaat. Ja, ja iets ja. groot. Dan wordt hij naar Sint-Petersburg afgestuurd, uh, afgezonden. En ja, dat is koud, en akelig. En uh, hij, dat blijkt ook later in het, uh, in zijn leven als hij echt diplomaat wordt. Hè, hij wordt ambassadeur in Wenen en uh, Londen. Hij is voor dat vak eigenlijk helemaal niet geschikt. En dat blijkt. In Sint-Petersburg al. Hij krijgt geen vat op nee. het hofleven. Hij krijgt de informatie die niet eh, boven tafel die hij krijgt. En bovendien uh, ontdekt hij al heel snel dat dat vrekte koud is in Sint-Petersburg. Dus in ik denk dat hij een paar maanden is gebleven. Ja, nou, een paar maanden gaat hij gewoon weer naar huis. Hij ja. had dat geld niet nodig, zou ik maar zeggen. En hij zag, ja, dit gaat geen carrière worden. Maar wat hij dan wel doet, en dan komen we al langzaam een beetje bij waarom die nou zo relevant is, die motley. Uh, de, de, of waarom die voor nu nog zo relevant is. Hij, wat hij wel doet, is dat dan, dan al reist hij door Europa, ja. uh, zo door Duitsland en, en Nederland, België. Uh, gaat hij, dan is hij al eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar die, naar die, naar die West-Europese geschiedenis. Ja. Uh, op de onderweg naar huis begint hij daar eigenlijk al, uh, hij, dat is een eerste reis geloof ik die hij daar al ja. maakt. En er zullen, zullen nog vele volgen, want uh, dat dan is het volgens mij het op zijn interesse ook echt voorbereid. Nou dat begint eigenlijk als student. Hè? Net zoals veel studenten van zijn generatie gaat hij na dat hij met Harvard klaar was, eh, gaat hij een grote tour doen door Europa. En Net zoals veel van zijn generatiegenoten gaat hij eerst studeren. Uh, in zijn geval in Göttingen en later in Berlijn. Hij ontmoet daar Bismarck. Dat ja, het het is Bismarck. een heel leuk verhaal. Uh, ja. En ze blijven ook vrienden voor het leven. Hele bijzondere, unieke geschiedenis, transatlantische geschiedenis. En daarna uh, uh, doet hij de Grand Tour. Uh, dus hij gaat naar Italië en hij gaat naar Engeland. En Daar begint hij eigenlijk, oefent hij de pen. Uh, want hij beschrijft uh, Europa vanuit de perspectief van Amerika. En uh, ik vergelijk hem ook met de, de Tocqueville, uh, die uh, eigenlijk in dezelfde periode naar Amerika reist op ja. de democratie. Uh, omdat hij toch veel denkt dat de democratie in Amerika de toekomst zal worden voor Europa. Dat, dat uh, beangstigt hem, maar hij wil het toch in de ogen kijken. Hij bestudeert dat. En dat doet eigenlijk Mottie ook, precies andersom. Maar de, ik, de spiegel omgekeerd. Ja, de spiegel omgekeerd. Hè. Hij toetst uh, Europa en elke keer zie je in zijn geschriften, hij wijst het ook af. Hij ziet allemaal gebruiken die hij dan minder vindt dan in Amerika. En hij is voortdurend aan het vergelijken. Ja. En dat, dat is wel leuk aan die reizen. En je ziet uh, daarin eigenlijk ook waar die later groot in wordt, zijn vermogen om dat, uh, dat gevoel ook onder, uh, onder woorden te brengen. Hij oefent, hij oefent zijn pen. En zijn aan, netwerk aan die... ook. Uh, ja, en hij bouwt een magnifiek netwerk op. Nog niet alleen, inderdaad, Bismarck is een heel interessante, waar Bismarck op dat moment waarschijnlijk nog... Wat minder hm. betekenend is dan die later zal worden. Uh, hij heeft ontmoet uh, in, in Berlijn. Ja, Bismarck is niks. Dat is gewoon een jonge student. Die Ik uit ken. een hele arme, verarmde Pruisische uh, adellijke familie komt. Niemand kon voorspellen. Militair word, ja, ja niemand voorspelde dat dat uh, nog iets zou worden. Behalve Watley. <laughs> die zegt al heel vroeg, nou in die Bismarck, <laughs> daar zit wel iets. Maar ja, het was gewoon een arrogante. Uh, De vrij... man die Duitsland samen smeden, yeah. ja. Ja, dat was natuurlijk niet te voorspellen. En daarom ja, is het zo leuk dat ze uh, juist in die, in die studentenjaren elkaar leren kennen. Eigenlijk op een heel gevoelig moment. Heel speels. Ja. ja, dat is een leuke anekdote. Dat Bismarck dan Motley leert om Shakespeare te lezen. Uh, en Motley uh, leert dan... Bismarck uh, uh, Nee, andersom natuurlijk. Uh, Motley, Motley, Motley leert <laughs> Shakespeare lezen. En Bismarck helpt Motley op weg met Goethe. Uh, en het, het, ja, het is heel aandoenlijk eigenlijk. Die, uh, dat studentenleven. En, als je, en ze, ze maakt ook muziek. Ze hielden verhalen. En ze, was eigenlijk een soort mini uh, culturele kring. Ja. En als je nu op Bismarck terugkijkt, dan is niemand uh, vermoedt in, in in die gevoelige een jongen die uh, Motley ontmoette, de latere ijzeren kanselier. Natuurlijk. Ja, ja nee, inderdaad. Dat, dat, dat is het... even die ontdekkingen dan die, je, die je dan doet. En dat we dan altijd contact blijven houden. Um, dat is ook een, een schitterend verhaal. Waar, uh, of verhaallijntje in het boek. Hmm. En de, uh, de, de, de Nederlandse koningin Sofie uiteindelijk wordt een uh, groot bewonderaar van Motley. Een goede vriendin. Ja. Uh, bijvoorbeeld, om maar even wat te noemen hmm. uit zijn netwerk. Ik geloof uh, dat hij. Uh, ook nog, uh, uh, is, is, is Guizot, de, 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 de Franse president, die is een groot fan van Motley? Hij ja, de... een groot fan, maar het is geen persoonlijke vriend. Ze nee, hebben elkaar wel eens ontmoet. Maar Guizot is uiteindelijk, ja, is de grootste Franse historicus van dat moment. Ja. Is balend eigenlijk voor de lancering van Motley. Op het moment dat hij zijn boek schrijft, is Guizot de eerste die een recensie schrijft. Uh, van enige substantie. Ja, ja, die prijst hem de hemel in. En daarmee uh, heeft hij natuurlijk uh, de wind in de rug en sindsdien... Uh, is het goed gegaan met zijn uh, beeldvorming? Zo'n politicus die historicus is, die hadden, we, die hadden we in Nederland ook, dat was Groen van Prinseren. Ja. Uh, hè, de grote, misschien de Nederlandse Guizot, de protestantse Nederlandse Guizot. Ja. Uh, ook vader van de anti-revolutionaire, eigenlijk, de, de, de aartsvader. Uh, die, dat was ook een goede vriend van Motley. Die Groen van Prinster was een goede vriend van Motley. Maar nou, dat, 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 dat aanvankelijk. Ja. <laughs> nou, wat ik beschrijf is dat ze elkaar ontmoetten via de bemiddeling van, uh, van Bakhuizen van de Brink. Uh, en Bakhuizen. De Rijksarchivaris op dat moment. Ja, de Rijksarchivaris. Uh, en Bakhuizen was degene die de archieven kende. En precies de weg uh, wist in alle kleine krochten van het, uh, van het archief. Zodat Motley, Motley zijn werk daar kon doen als historicus. Ja, dus derde... En uh, Motley uh, gebruikte zijn, uh, zijn kennis. Want. Bakhuizen heeft zelf nooit uh, een groot werk geschreven, maar Motley gebruikte zijn kennis en dus Bakhuizen, die Motley uh, in contact brengt met Groen. En Groen van Prinster was op dat moment de grote bronnenuitgever. Uh, hij, hij, hij was begonnen aan een hele grote serie uh, bronnenuitgaven over de geschiedenis van, het, uh, van de Oranjes. Ja. En het aardige is dat Motley dat werk al kende van Groen. Dat had hij in Dresden bijvoorbeeld al uh, bestudeerd uh, en mogelijk al eerder. En mijn stelling is ook dat het ongetwijfeld zo is dat hij uh, via Groen uh, greep heeft gekregen op dat materiaal, de bronnenmateriaal. Dus en die Willem van Oranje uh, ook misschien is, uh, extra is gaan werken. Ja, en ze hebben elkaar ontmoet op een gegeven moment via Bakhuizen in Den Haag. Ja, dan blijkt dat ze alle twee dol zijn op Willem van Oranje. Ja, en, en, dan, dan bieden ze elke op. Ze, ze raken dan uh, in ieder geval in vervoering, zou je kunnen zeggen, over hun onderwerp. Maar het grappige is natuurlijk dat voor Groen-Oranje een soort heilige held is. Die de Nederlandse identiteit. geloofsheld ook. Geloofsheld, ja, precies. koppelt ja. Aan, aan het protestantisme. Ja. En voor Motley is, hij, uh, is Willem van Oranje een soort, uh, soort George Washington. Ja. Dus langzaam komen ze erachter dat ze hele verschillende Willem van Oranjes. vereren. En dat uit, uh, uiteindelijk is die, uh, die vriendschap en die collegiale steun. Uh, die eindigt natuurlijk in een hele felle, uh, in een hele felle ruzie. Ja. En dat is een ongekend de, 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 conflict. Heel Vond. tragisch eigenlijk. Ja. ja, het is tragisch, want uiteindelijk aan het eind van zijn leven neemt die het op uh, voor Johan van Oldenbarneveld. Ja, en dat is natuurlijk de tegenstrever van de Maurits. Ja. En, en groen is natuurlijk in, uh, de, in, in de voetsporen van Maurits. En, uh, ja. Ja, zo staan ze uiteindelijk toch. Die, elkaar die, die strijd die eigenlijk Nederlands gezien geschiedenis voor honderden jaren heeft ja. gedomineerd komt in die kleine vriendschap ook weer naar voren Ja, ja het is een even. hele kleine kosmos het is wel leuk om, uh, om te zien hoe, hoe, hoe iets ontstaat even voor, 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 voor de kijker voor zover uh, de, de kijkers door al deze 19e eeuwse namen nog uh, de, 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 door, ja. de, door die bomen het bos nog zien um, laten we het bos nog even schetsen Motley schrijft dan eigenlijk zijn, zijn beroemdste werk dat een serie eigenlijk wordt maar het eerste is het beroemdste, ja. uh, wat vooral gaat over Willem van Oranje Um, en wat eigenlijk de Nederlandse opstand, het begin van de Nederlandse opstand beschrijft, um, uh, als ja. eigenlijk in termen alsof hij de Amerikaanse opstand beschrijft, namelijk inderdaad met Willem van Oranje als George Washington, met een verhaal van onafhankelijkheid, ja. van vrijheid. Uh, ja. eh, eigenlijk door de, door de, in de vroege mythevorming rondom de Amerikaanse Revolutie, in die termen schrijft hij die geschiedenis van twee eeuwen eerder, van de 16e eeuw, hoe in Nederland de Republiek ontstond, ja. en, en met Willem van Oranje als centrale held. Dat is eigenlijk waar hij zijn grote beroemdheid aan te danken heeft. Want dat boek werd een enorm succes. Ja, dat klopt. Echt een aanzienlijke bestseller. En dat heeft daarna twee redenen. Hij schrijft goed. Een beetje literair. Dan, nou, je zei, was... Toen hij zei van. Toen hij als romancier probeerde. aan de weg te timmeren. Toen schreef je nog niet goed. Nou, als romanschrijver is hij helemaal niet zo succesvol. omdat hij geen goede roman plots kan bouwen. Dus het is onsamenhangend. Hij weet de structuur niet te vinden voor een roman. Als historicus kan maar als hij, dat als historicus heeft hij uh, het. Een hele mooie, levendige pen. Het is echt heel knap, zoals hij dat doet. De, hij heeft de Engelse taal ook verrijkt met een aantal uitdrukkingen. Er zijn uh, passages die mensen uit hun hoofd uh, kunnen oplezen. En uh, Er zijn hele lijsten van uh, uitdrukkingen die Motley gecreëerd heeft. Bijvoorbeeld Atlanticisme. Het is cool. allemaal neologisme. Dus hij is wel een hele competente schrijver. Maar afgezien van zijn uh, literaire kwaliteit, want die is er dus zeker... Is het inderdaad dat model hè, dus dat hem succesvol maakt? Hij projecteert de Amerikaanse geschiedenis op de Nederlandse en maakt daarmee de Nederlandse opstand relevant voor Amerikaanse lezers. Ja. Dat is natuurlijk geniaal gedaan. En dus hij, hij legt de Amerikanen uit waar jullie mee bezig waar, uh, waar wij mee bezig zijn, uh, is onderdeel van een, een universele strijd voor de vrijheid. En, uh, in Nederland is dat al eerder gebeurd. Later heb je de Glorious Revolution ja. in Engeland. Uh, en dit is het. Uh, het, het nieuwste hoofdstuk in, in die vrijheidsscheid. En dat wilden de Amerikanen natuurlijk graag lezen. Dat waar ze mee bezig waren, paste in een mondiale geschiedenis. Dat wilden ze, wilden ze toen graag lezen. Maar ik heb tegenwoordig het idee dat als je daarover begint, bijvoorbeeld dat er uh, hey, bronnen zijn, Nederlandse, ja. Franse Revolutie. de Franse Revolutie kwam dan wat later, maar de Franse Verlichting natuurlijk wel, Duitse Verlichting en dergelijke. Dat er allerlei bronnen zijn die misschien aan de Amerikaanse. De revolutie voorafgaan, dat je dan het idee krijgt dat je hun mythe zit te verstoren ja. en dat Jefferson ja. eigenlijk met die Declaration of Independence als een soort Moses van de berg kwam uh, met stenen tafelen. En, uh, en ja, van... Dat is ook zo. Op het moment dat uh, Motley schrijft uh, waren Amerikaanse historici de Amerikanen sowieso veel cosmopolitischer en ik, ik beschrijf ook aan het eind van zijn leven dat hij uh, ook op dat moment nog, en dat is 1877, gezien wordt als het prachtigste voorbeeld van een kosmopolitische Amerikaan. Ja. Maar de, de Amerikaanse geschiedschrijving uh, gaat daarna natuurlijk meer nationale kant op. En, en sluit zich af voor al die uh, dwarsverbanden. Een, een dat ander, is absoluut zo. Een, een ander voorbeeld is ook nog wat je noemt van hoe zijn boek ontvangen wordt, bijvoorbeeld in de Engelse literaire wereld. Dat dat in Amerika met ingehouden adem wordt gevolgd. Omdat ja. die Engelse literaire tijdschriften uh, en het ja. intellectuele debat, dat staat dus zo op een voetstuk in Amerika. Daar willen ze de hele tijd, ja, proberen zich mee te meten misschien, maar ze, ze kijken er echt tegenop. Hè? Dat is ja, een, het, is het is een soort sportwedstrijd. Hè? Dus de Amerikanen vinden het fantastisch hoe hun uh, literaire schrijvers, maar ook historici in Europa ontvangen worden. En ze vergelijken alsmaar. Hè? Dus uh, is Motley dan beter dan Macaulay? Is die ja. dan beter dan uh, Gibbon? En dan ineens komt daar zo'n prachtige recensie van Guizot die inderdaad wat zegt. Guizot zegt op een gegeven moment, de toekomstige geschiedschrijvers zullen uit Amerika komen. Nou man. Dat was een truc. Tel ja, meer, als meer. Ja. Ja, meer. Ja. <laughs> ja, dat is wel. Uh, bring it on. En, uh, dat hebben wij in Nederland ook een beetje laatste ja, jaren, Natuurlijk. Hè? Dat als ja. iemand iets over Nederland zegt vanuit het buitenland. Als je doorbreekt in het of in Shama of zo? Rustig Shorto of zo. Uh, uh, Dan van Israël, als die iets komen zeggen over Nederland. Ja, zegt, ja vertel ja, eens meer. Ja, ja. Ja, ja en mijn, mijn stelling is ook een beetje dat uh, Motley. Uh, die andere auteurs uh, in zekere zin is voorgegaan. Ja. Dus die, die heeft Nederland ontdekt ook voor ges internationale geschiedschrijvers. Ja. En dus je zou kunnen zeggen, het is niet letterlijk zo, maar Shama die gaat door waar Motley uh, gestopt is. Ja. En uh, ja, dus wederzijds is dat inderdaad ook een soort spiegel. Het is, nog, het is leuk als andere jouw land ook leuk vinden. Ja, want het wordt, wordt, wordt soms een beetje ingewikkeld, maar je hebt de, de Nederlandse... Nederlandse opstand, laten we weer 16e eeuw, dan heb je de Amerikaanse Revolutie, 18e eeuw, en in dat nieuwe Amerika, dat onafhankelijke Amerika, wordt dus eigenlijk door Motley die Nederlandse opstand geïntroduceerd als misschien wel een model of een ja. soort inspiratie, of in ieder geval ook een. Een, 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 een opgaande lijn richting de Amerikaanse onafhankelijkheid ja. die niet vergeten mag worden met die Willem van Oranje en zo. En dat laat hij dus aan het Amerikaanse publiek lezen, dat vinden ze fantastisch. Ja. Ook, in de, ook de Engelsen vinden het, vinden het heel interessant, uh, want die leren er zo ook weer wat van, in hun ja. eigen ideeën ja. over parlementarisme misschien. En, en, um, en, maar ook dus die Nederlanders die dan dus voor die, die, door die malle kosmopolitische uh, Amerikaan uh, een lesje voorgeschoteld krijgen in hoe hun eigen geschiedenis eigenlijk in elkaar zat. Uh, althans, met een andere Blik, want de Nederlanders wisten dat wel, maar waren we het ook een beetje vergeten. Of is, hoe moeten we dat zien? Uh, ja, nou, de, de, de feiten waren natuurlijk wel bekend. Een archiefonderzoek was gedaan en we hadden natuurlijk grote historici die uh, boeken schreven, uh, maar op zo'n narratieve manier was dat nog nooit gedaan. En hij, hij brengt het eigenlijk voor het eerst allemaal samen in een vrijheidsstrijd. En dat, ja, de, dat, ja. dat beeld dat wat hij schetst, dat haakt ook heel erg aan bij het Nederland van die tijd, hè? van de eindverloop van de 19e eeuw. Dat Nederland als, zelf ook probeert opnieuw te, om, te ontdekken. Dus die ja, maar hij overstijgt het ook. Dat is eigenlijk het leuke. Hè? Oh. Want uh, de Nederlandse geschiedschrijving was heel erg verdeeld tussen staatsgezind en, en uh, orangistisch. Zoals ik net al de aangaf. Met... Scheids, de traditionele scheidslijn in de geschiedenis. Ja, dat is, dat is een van de oudste scheidslijnen in, in, in onze vaderlandsgeschiedenis. Uh, ja. En de opstand gold toen echt als. De bron van de natievorming. Ja. En daarmee gaat hij aan de haal, maar hij beschrijft het op een heel andere manier. Dus die hele strijd tussen orangisten en staatsgezinden interesseert hem helemaal niks. Maar ook niet de strijd tussen de vraag. Uh, om de vraag of het nou om religie ging of om andere vrijheid. Het is voor hem allemaal hetzelfde. Dus hij ziet het juist als het ontluiken. van één nationaal uh, besef dat er al uh, eeuwenlang had bestaan. Ja. Vanaf, uh, eigenlijk vanaf de Bataven. En nu door die opstand ineens uh, naar voren kwam. Ja, en dat was nieuw. Zo hadden, hadden Nederlanders nog nooit naar hun eigen identiteit gekregen. En het is eigenlijk een veel vrolijkere geschiedenis, zou je ook kunnen zeggen. Dan dat wat sombere uh, geneuzel waar Nederlandse historici daarvoor zich natuurlijk mee bezighouden. Dus hij schrijft een heel groot tableau. Dus dat is op zich uh, positief en dat wordt de Nederlanders ook wel op die manier gewaardeerd. Je zou kunnen zeggen, nou, dankjewel, Motley. We hebben een heel nieuw zelfbeeld. Nederland heeft het ook wel nodig. Na een heftige periode bij de Republiek is frans bestaafstijd tijd, wat allemaal niet zo lekker gaat. Crisis, verval. We zijn een klein land en daar moeten we ons in schikken. De Jan-Sali-geest. En dan komt Motley met het verhaal van: luister. Jullie zijn zo. Maar toch is dat niet helemaal de reactie. Althans. Onder grote lezerspubliek, waarschijnlijk wel ja, dat uh, is dat is de leuke twee dingen. Dus hij wordt ook in Nederland worden die onthaald uh, als een bestseller-auteur. Wordt uh, meteen vertaald yeah. uh, en, en er verschijnen heel veel herdrukken en roofdrukken. En hij, hij wordt echt op handen gedragen. En zo komt hij natuurlijk ook in contact met het Hof. En uh, hij wordt een, een beroemdheid, maar ja, met de vakhistorici die. Kijken daar heel zuur naar. He, wat, wat, wat moet zo'n Amerikaan met onze bronnen, met onze geschiedenis. Uh, en, en met de thema's waar wij uh, om hechten? Dus dat is uh, een, een enorme tweedeling die dan ontstaat. tussen het populaire beeld, ja. dat voor groot deel met moslim meegaat. Uh, en dat wat meer. Uh, we zien misschien, misschien wat <laughs> ja, nou, Geert mak wat Het was Geert Mak, Russell Shorto... Uh, de auteur waarvan de professionele historici... allemaal zeggen, nou, maar dat, dat, dat ja, maar dat geldt toch op... voor Shorto ook? Ja. Die heeft uh, bronnen die nooit iemand uh, op die manier uh, gebruikte... Uh, opnieuw vormgegeven in een prachtig boek ja. over Nieuw-Nederland. Ja. En uh, dat heeft Motley eigenlijk precies zo gedaan... met die wat gordroge bronnenuitgaven die er wel waren... maar die nog nooit vertaald waren in een uh, publieksversie. Ja. Dus... Uh, en het is pas later dat Nederlandse uh, geschiedschrijvers, maar dat zitten wel aan het eind van de 19e eeuw ook uh, in dat genre proberen grote, um, meer synthetische werken te schrijven. Dus uh, dat is een van de aardige dingen, denk ik, aan, uh, aan de invloed van Motley. Geweldig. En, 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 en dan komt dus die hele stroomopgang, waar we net al even over hadden, van verschillende auteurs. Vruin, die een beetje in een liberale hoek zit, ja. Nijuns, Katholiek. Um, nou, Bakhuizen, dus protestant. Bakhuizen, de, ja. de protestant, die zelf ook allemaal geschiedenissen gaan schrijven van die Nederlandse opstand en daardoor een eigen frame gaan bekijken of op mijn eigen manier gaan ja. tegen het licht gaan houden. En ja. komt er een hele Eigenlijk dus tegen die motley, uh, door die motley die ze dan uh, zo uh, irritant vinden ja. uh, gaan ze dus zelf eigenlijk dus nog meer aandacht aan het onderwerp geven. En krijg je een hele nieuwe schoolvorming in de geschiedschrijving. Het vergruisde geschiedbeeld wat Jan Romein schetst. Het ja, het en het hij historisch. verwijst dan naar Motley. Hè? Dat is, uh, dat is daar eigenlijk, daar, daar is de, daar is het op gebaseerd. Dat ja. was die granaat die uh, die vergrijzing tot gevolg had. Ja, dat, uh, ja. En dan gaat het alle kanten op. En dat past dan ook weer bij de verzuiling die Nederland dan uh, overkomt natuurlijk. Het, het, uh, ja. Die verschillende beelden bij die verschillende zuilen passen. Ja, pa ja, en het grappige is dus dat, uh, ja, Motley die uh, zuilen overstijgt. En uh, zich daar niks aan aantrekt. Maar toch, ja, die uh, die Nederlandse historiografie uh, vanaf het begin af uh, uh, vormt. En, en, daar ben ik helemaal van overtuigd dat ja. dat uh, antwoord bepalend is. En het aardige is natuurlijk dat achteraf als die motlie verdwenen is, maar we al die gevolgen ervan, met name vrouw natuurlijk, uh, ja. uh, die zien we juist als het beginpunt van onze nationale geschiedschrijving. En wat hebben we vergeten, althans, totdat jij kwam met het ja, boek? <laughs> um, um, ja. We moeten gaan afvonden, maar ik wil toch een paar minuten eigenlijk smokkelen, want het toch was toch wel zo interessant. Je, voor dit boek natuurlijk heb je er dan niet over gehad, heb je jaren onderzoek gedaan. Hoe lang ja. ben je mee bezig geweest? Nou, wel acht jaar. Met horten en stoten, omdat ik tussendoor allerlei andere projecten heb gedaan. En je ook doseert in Utrecht, waarschijnlijk. Ja, dus de, het was een beetje een, een, een soort een geheim project dat ik er tussendoor deed. En, en het fascinerende van het project was dat ik ook uh, allemaal archie, uh, heel veel archiefonderzoek heb gedaan, onder andere in Amerika. Ja, precies. Handgeschreven bronnen, brieven uit de 19e eeuw. Dat, dat maakt het zo, zo aardig, maar ook een beetje tijdrovend. Precies, maar je bent dus ook echt een beetje als een soort mod, Voel je niet af en toe zelf ook een spiegel van mot? Ja, ja, in die Amerikaanse archieven dan zat. En ik, ik weet niet of hij grote persoonlijke archieven heeft nagelaten die daar te vinden zijn. Of? Ja, hij, heeft, nou, hij was een uh, compulsieve briefschrijver. Uh, en dat, dat maakte mijn werk heel veel makkelijker. Dus er waren heel veel uitgegeven brieven, maar ook heel veel niet uitgegeven brieven. En die waren vaak het leukst, want die ja. waren soms om een reden niet uitgegeven. En er zijn allerlei andere. Uh, correspondenties, uh, dat was heel erg nuttig voor mij om zijn, uh, niet alleen zijn levensgang, maar ook vooral zijn gedachtegang uh, te volgen. Dus die, die, die brieven hebben een hele belangrijke rol gespeeld in, de, in mijn werk. Ja. Uh, en, 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 maar voel je je een beetje een spiegel van Motley? Nou, je wat, kijk, in, in, uh, 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 in essentie natuurlijk niet, want Motley staat uh, in... Uh, uh, politiek en inhoudelijk opzicht uh, ver van mij af. Uh, maar ik, ik heb stiekem wel eens... Uh, Gedacht dat mijn biografie voor een deel opgezet is. zoals Motley zijn boeken ook schreef. Want ik schets natuurlijk ook eerst de, de context. en ik schets ook. Uh, uh, de, de personages en, en dan de handeling. Dus uh, in die wel. In, in die zin wel. Maar. Uh, <laughs> ook met een meeslepende stijl. En ik heb af en toe hardop ook, hard ook moeten lachen. Ja. ook om de anekdotes die je vertelt. Dat... Maar je moet daar als biograaf. Uh, dat wil ik eigenlijk zeggen. heel erg mee uitkijken. Want het, uh, uh, ik geloof niet dat je echt. Uh, van binnenuit. Uh, uh, hoeft te werken om een goede biografie te schrijven, zeker afstand, is denk ik ook wel handig. Nee, ja, misschien ook wel, maar dat jij dan in het Amerika zit, terwijl hij vanuit Amerika in Europe Europese archieven rondstruinde en zijn verhaal construeerde. Maar daar houdt dan misschien de vergelijking ook op, dat is misschien voor een biografie ook wel goed. Ja, maar dat, dat is voor mij dan het, het biografische element dat ik dat natuurlijk juist leuk vond. Ja. Uh, ik ben natuurlijk ook begonnen met die vraag van waarom is er in hemelsnaam een Amerikaan uit Boston begonnen aan een geschiedenis van de Nederlandse opstand, ja. onderwerp dat mij heel erg aan het hart ging. En daar is we succesvol mee geworden. Ja, ja. en dat, ja. dat is ook de hoofdvraag van het boek geworden. Dus die nieuwsgierigheid ja, heeft mijn boek gestuurd, zou je kunnen zeggen. Wat zijn, uh, um, vind ik als, uh, als, als jeodige vakbroeder misschien wel een leuke, euh, leuke vraag, van wat zijn nou eigenlijk nog, om aan je af te sluiten, de, de, de open eindjes. Um, wat, wat zou je zelf nog voor een volgend boek uh, uh, willen bestuderen? Heb je nog... Uh, behoud je dat je echt niet naartoe bent gekomen? Of? Ja, nou, er zijn, er zijn twee lijnen die heel duidelijk zijn. Er, er is een hele leuke geschiedenis uh, te schrijven over Amerikaanse beelden van Nederland. Dus dat ben ik ook zeker van plan te doen. Ja. Uh, dus voor en na Motley, maar ook tot de dag van vandaag, inclusief uh, de, de, de beelden waar we het net over hadden. Dat is natuurlijk ontzettend grappig om te zien hoe Nederland in de loop der tijd als een soort uh, um, uh, voorbeeldje wordt gebruikt voor allerlei discussies in Amerika. Maar veel belangrijker, boek is natuurlijk... Uh, over de Amerikaanse beelden van Europa als construct. En ja. daar raak ik wel aan. En dat, daar plaats ik natuurlijk Motley ook heel duidelijk in. En die Euro Amerikaanse beelden van Europa zijn hartstikke relevant voor nu. Want er ja. zitten allerlei culturele vooronderstellingen in, in die Amerikaanse beelden. Er zit ook een lange termijn in een aantal dingen die je anti-Europeanistisch kan noemen. Ja, het is fascinerend om dat in kaart te brengen. Ik heb natuurlijk al een heel klein stukje nu gedaan. Ja. Maar als je nou zegt: wat is nou het groot canvas waarop je wil schilderen? Ja, dan is dat het, dat is het, die, ja. uh, het Amerikaanse beeld van Europa. En, en dat is misschien wel mooi in de kader van dat, uh, het idee dat de Europese Unie toch een beetje geschapen is, dan weer um, in het uh, evenbeeld, ja, het evenbeeld heb... van de Verenigde Staten. Dat, um, dat is het hele idee van die spiegel. Natuurlijk, Amerika heeft in zekere zin de, de basis gelegd voor de Europese eenwording. Ja. Het idee van de United States of Europe. Ja. Uh, en nu zie je dat die dat verhouding tussen die Amerikaanse ja. verwachtingen, want dat is nou zo leuk aan, aan die beeld, want daar zit ook verwachtingen in. De, 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 de verhouding tussen die Amerikaanse verwachtingen en de Europese realiteit, ja, die wordt uh, steeds moeizamer. Dus wij gaan steeds verder af van wat Amerikanen ja. uh, verwachten. En het aardige is natuurlijk ook dat uh, het heel erg huidig maakt of je nou een progressieve Amerikaan bent of een conservatieve. Uh, dit is duidelijk, uh, Mossley is duidelijk. Toch erg conservatieve kijk op Europa. Er zijn natuurlijk ook wel progressieve meer. Dan zou je erachter kijken, dan? Ja, dan dat is denk ik, ja, daar zit denk ik ook een les in voor. de politieke verhoudingen transatlantisch die we nu zien. Ja, uh, dat, zijn, dat zijn open eindjes waar we zeker nog eens een keer over verder moeten praten, ja. denk ik. Uh, ja. um, zijn er dingen die ik heb over het hoofd gezien, die ik heb gemist. in het zeer rijke boek die we nog absoluut moeten benoemen? Uh, ongetwijfeld uh, uh, namelijk. Uh, Hoe loopt het met Matli af? Misschien dat we even goed om Oh af te ja, nee, dat, dat is een leuke manier om te eindigen. Ja, nou ja. Het is biografie, <laughs> dus ja, die man gaat ook wel. Ja, ik no? eindig met een dubbele klapper. Aan de ene kant, uh, aan het eind van het leven. Uh, uh, Want, uh, uh, over dat succes van het boek over Nederland, komt hij niet meer echt heen. Hè? Dat is nee, zo... dus het, uh, de, 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 eigenlijk kun je zeggen: de rest van zijn leven is een teleurstelling. Dus yeah. je, je zou zeggen: het boek gaat uh, in die zin, uh, in een soort depressieve afgrond, weg. Uh, 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 zijn laatste boek, uh, een biografie van. Uh, van Barneveld wordt heel, heel slecht boeken, wordt heel slecht uh, gerecenseerd. Hij uh, wordt uh, aan het eind van zijn keer twee keer ambassadeur. één keer Wenen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, één keer in Londen. En twee keer wordt hij ontslagen. Dat was nog nooit gebeurd. En hij, uh, hij eindigt in een soort zelfgekozen. Uh, ballingschap. Hij komt niet meer terug naar Amerika, blijft in Europa. In Engeland blijft hij gewoon, hè? Ja, doctors. en de uh, gast van, uh, van Sophie en hij reist rond, maar de ziel is eruit, zou je kunnen zeggen. Ja. De, de, en dat is heel tragisch om te zien dat iemand die op het hoogtepunt van zijn leven zo ontzettend uh, levenskrachtig en succesvol is. Een dandy. Ja, een dandy uh, die vergeleken werd met Byron en door iedereen aan beter werd. Is het dat het hij aan het eind van zijn leven... Verbitterd. Ja, ja ver, ver, verbitterd. En nou niet in vergetelheid, maar in ieder geval... Uh, in, 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 dus, verbonden met politieke mislukking uh, eindigt. Maar het aardige is natuurlijk dat hij na zijn dood uitgroeit. En dan hebben we het over de laatste decennia van de e eeuw... tot de beroemdste historicus van Amerika. Ja. Dus uh, hij wordt... Na, na zijn dood verbonden met die uh, Hollanditis en met die belangstelling voor Europa, die er zeker aan het eind van de eeuw, 19e eeuw in Amerika nog is. En uh, uh, postuum groeit hij uit tot een van de grootste Amerikaanse historici, samen met uh, Bancroft misschien, Prescott, Parkman. Ja. Van de... En na de Eerste Wereldoorlog zakt hij weer in onze vergetelheid weg. En nou, dat moment van faam, dat heb ik eigenlijk geprobeerd in mijn boek te reconstrueren en terug te brengen. En, en, en laten we dan hopen dat het nu na een eeuw van vergetelheid ja. er toch weer een nieuwe eeuw van herwaardering voor. In ieder geval die boeiende geschiedenis van die persoon en, uh, en het werk van Motley. Uh, ja, hij verdient als dat. Als... Ik denk uh, door de kwaliteit van zijn werk, maar ook vooral door het thema, dat hij uh, ons heeft meegegeven. En daar zijn we niet over uitgepraat. Ja, hartelijk dank voor het hele leuke gesprek. Uh, ik kan uren naar je luisteren, uh, maar moeten we gaan, uh, moeten gaan ophouden. Um, de Atlantische Pelgrim, John Lotterop Motley. En de Amerikaanse ontdekking van Nederland. Een mooie ondertitel ook. Van Jaap Verheul. Hartelijk dank dat je er was. Ja, en, graag en, gedaan. Graag het dat was een leuk gesprek. Ja.